En ik heb Karen aan de telefoon. Ja, een hele goede dag allemaal. Ja, ja. Hè? Hallo allemaal. Ja, ja. Nee, zo zit je met één hondje en één hond. Ja, want Lady is er. Hele goede middag, lieve vrienden. Ja, het is vandaag alweer vrijdag. En wel ook op, dat zie ik amper met het licht, 17 juli. En we leven om 12:47. Ik moet opschieten, want ik moet de Rijka nog uitlaten. Want straks komt mijn huishoudelijke hulp om 1:30. Dus ja, dan moet ik wel voor die tijd thuis wezen. En ik heb Karen aan de telefoon. Dag allemaal. Ja, hè? Hallo allemaal. Ja, ja. Dus ja, en die moet ook haar ding doen. Die moet ook de hond uitlaten en dit doen en dat doen en zus doen. Ja, en dan loopt er hier eentje te zeuren, dat is Ewin. Rijka, die staat in de vensterbank zoals gewoonlijk. En degene die hier loopt te zeuren, dat is Ewin. En Kandalf, die had ik vanochtend vroeg al buiten gelaten. Oh nee, niet waar, die is vannacht buiten gebleven. Maar die heb ik vanochtend wel wat lekkers gegeven op de container neergelegd. Ja. En dus, want hij wou niet binnenkomen, hij wou ook niet hebben dat ik hem zou pakken. Dus ja, nou dan niet, dan blijf je toch lekker buiten. Ja, maar oké, lieve vrienden, jullie weten al dat Karin vandaag met Roderick komt. Karin die blijft, Roderick die gaat weg. En ja, we maken er gewoon een gezellige dolle weekend van. Ja, een damesweekend. Hé Karin? Ja, precies. Damesweekend. Dus ja, pas maar op, want de dames die komen eraan. Ja. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles. En we horen elkaar later wel weer. Doei. Ja, lieve vrienden, Astrid die is weer weg. Die heeft het werk weer voor vandaag erop. Ik ga nou even naar de apotheek mijn medicijn ophalen. Die waren gisteren aan de deur, maar ja, toen waren we er niet of zo. Weet ik veel hoe en wat. En ik ga weer eventjes kijken waar ze bezig zijn. Of ze alweer bezig zijn met het 3D gebeuren. Dus ik neem jullie mee. Vlog ik niet, dan is het er ook nog niet. Nee, vlog ik wel? Nou, dan zien jullie het wel. Ja toch? Ze zeggen tot dan. Tot later. Ja, lieve vrienden, ik ben ook inmiddels al weg geweest. Ik heb mijn medicijnen weer opgehaald. Ik had mijn nagellakremover was bijna op, dus ik heb even nagellakremover gehaald. Rijka, haar cadeautje was binnengekomen. Maar er valt even wat op de grond, dus ik moet even praten. Maar is te klein. Ik laat het jullie wel even zien. Want ik had dus een petje voor haar gekocht. Maar die is te klein. En Karin die zal me even helpen om toch wel weer de juiste te bestellen. En dan ga ik deze weer verkopen via internet. Ja. Even zien waar dat vlak op het randje zit. Rijka, ga eens even fietsen stelen op Damrak. Het Gouden Handstraten. Mag jij de fiets houden? De Gouden Handstraten vrouwtje geven. Ik heb hem al. Hij zit hier al. Ik zat verkeerd. Ja, hij is dus te klein, hè? Geen nagaan. Maar wel leuk. Hier moeten de oortjes dan door. Ja, maar dit is voor een heel klein ukkepukkie hondje. En dat moet dan onder het kinnetje. Nou ja, het is gewoon te klein. Punt. Dus ja, die moet weer terug. Ik kan er ook niks aan doen. Nee. Maar, niet getreurd. Ik heb een ander cadeautje voor haar gekocht. Ja. Het is morgen jaar, dus ja. Ik krijg een ander cadeautje. Als de ene niet gelukt is, dan krijg ik gewoon wat anders. Simpel. Zo. Gaat dat daar weer straks in. En dat is dit. Met twee bakjes erin. Dan kan ik dat bakje schoonmaken. Wat ik hier heb staan.
Dat bakje wat ik daarom heb staan is eigenlijk wel schoon. Kan ik dat naar boven brengen, daar brokjes in doen en daar water in zetten. Dan kan die grote schaal die ik voor Frode boven nodig had, kan dan weer naar beneden. Want dat heeft zij niet nodig, die grote bak. Nee. Ja, en hier staat alles mooi in vast. Dus ja, dat kan ik zo neerzetten voor het kind. Enkel de waterbak, die moet wel groot blijven. En want ja, daar drinken de katten ook uit, dus ja, moet ook groot blijven. Maar dat ben ik, ja, was niet duur. Gewoon bij Big Bazaar. En ik word hier gek van de vliegen. En dan kun je er wel achteraan lopen te rennen en te rijden met je stoel en met een vliegenmepper. Die op elektrisch gaat. Maar ik ga weer ouderwet doen. Ik koop zo die dingetjes. Ja, enkel dan moet je uitkijken waar je ze ophangt. Nou ja, man, ze zweven meestal boven je salontafel. Dus ja, ik moet even kijken hoe ik dat hebben moet, want als ik het aan de lamp doe, dan zit je snel met je haar erin, hè, en dat moet ook weer niet. Dus ja, dat ga ik straks ook even bekijken, hoe we dat moeten hebben, en dan zien we het wel weer. Hè, en ik moet nog steeds renderen, ja. Ik was ermee bezig, maar ik heb het zo laten staan en bekijk het maar. Nou, deze moet eerst natuurlijk eerst afgewassen worden. Dus ja, dat zit met plakband vast. Eventjes. Los halen. Zo. Dat is één. Zo. En dan is twee. Hup. Kom op. Daar doe nou niet zo eigenwijs. En dan die eraf. Hup. Zo. Kan afgewassen worden. En die even een beetje een doekje eroverheen. Maar de bakjes die was ik al, want ik vind dat ja, onhygiënisch. Simpel. Hé, dametje? Ja, nou? Morgen jarig, hè? Ja, morgen is Rijke jarig. Wordt ze 1 jaar. Woepie, morgen feest. Hondenfeest. Wat een lady is er. Gaan we feestje bouwen? Gaan we een feestje bouwen? He, gaan we een feestje bouwen morgen? Nee, dat is niks. Gaan we een feestje bouwen morgen? Gaan we een feestje bouwen morgen? Hé? Ja, nou kind. Morgen 1 jaar. Ja. En dan komt Eeuwin. Huppata. Die werd even lelijk. Boom, 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 boom. Dus ja, ik zou zeggen, lieve vrienden, ik moet rap hier aan de slag. Eindelijk mijn medicijnen. Remover. Nou, ik ga eerst een film in elkaar zetten, dan zien we wel weer. Ik neem er een lekkere bak koffie erbij. En hoe laat leven? Ja, het is 16 minuten over 4 alweer. De tijd houdt geen schaf wanneer jij stil zit. Maar ik heb niet stil gezeten. Nee, dat is het hem juist. Dat is het hem juist. Ik heb niet stil gezeten. Maar het maakt niet uit. Ik heb niet gefilmd, want ook is het in de stad nog verder niks te zien. Ik heb naar de kranten erop nagekeken. Ja, ze gaan het toch wel ook op de wand die voor de winkelpand van schilderij van Vroom en de Reesman, hè, schilderij wil ik zeggen, van Vroom en de Reesman is geplaatst. Die is blauw geverfd en daar komt een drie-painting op. Nou ja, we zullen het beleven en dat doet helaas Gregor niet. Dus ja, balen dat ik hem niet meer zal zien. Dat zal niet eerder worden, denk ik, weer dan andere jaar. Maar ik heb hem wel op Facebook. Ja, komt helemaal goed, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet van alles met wat jullie doen gaan. En geniet natuurlijk met mij mee. Ja, ik zou zeggen, we spreken elkaar later. Doei! Ja, lieve vrienden. En zo zit je niet met 1 hondje. Nee, zo zit je met 1 hondje en 1 hond. Ja, want Lady is er. Hé, Lady? Ja, nou, ben je lief? Jij, grote meid, hè? Wat voor dikkie. Ja, dat Karen en Roderick, die zijn ook in Den Helder. Enkel Karen, die moet ergens anders naartoe. En dat laat ik aan haar zelf over, dat ze dat vertelt in een vlog van haarzelf of wat dan ook. Maar in ieder geval, ik ben blij dat ze er even is, maar ze moet werken. Dus ja, gaat ook allemaal door werken.
En Roderick die gaat vanavond ook weer naar huis. En die komt morgenavond laat weer hier naartoe om Lady op te halen. Dus allemaal goed, ja. En Karin blijft nog lekker slapen hier. Althans, ochtend slapen. Want ze moet tot vannacht werken, dus ja, achter de bar. Maar oké, waar, dat doet er allemaal niet toe. Maar ze moet in ieder geval achter de bar. En dat doet ze goed, dat is uitstekend. En ja, dan heeft ze er een hondje mee en die kan dan lekker bij haar slapen vannacht. Simpel, de twee zusjes zijn wel thuis. Maar Lady heeft ze meegenomen. Nou, dan zal Roderick voor de zusjes en voor de cavia zorgen. Goldie en ja, hoe die andere heet weet ik zo niet meer, maar dat doet er niet toe. En ja, ik zit televisie te kijken en ik ben bezig een politieauto van zijn achtergrond weg te halen. En dan moet ik de ramen ook nog even bekijken van welke ik doorzichtig kan en moet maken. En dan komt dat allemaal wel weer goed. Ja, ik moet een plaatje maken voor een jochie wat in augustus jarig wordt. Dus. En ik moet nog een plaatje maken voor mijn eigen hart, want die is 21. Had, moet ik zeggen, 21 juli jarig kunnen zijn. Dus die moet ik sowieso eerder af hebben dan van de jochie die jarig wordt. En dan komt het allemaal wel weer oké. En ik had al een plaatje voor morgen klaar, voor fijne zaterdag. Dus die breng ik vannacht in Facebook. Ja, ook dat komt dus goed. Nou, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder. En ik zou zeggen, we spreken elkaar wel weer. En in ieder geval voor vanavond een fijne, liefdevolle avond gewenst. Vanaf ons, vanaf deze kant. Corina en de Beestable. En ja, ik heb nou die kan je erbij. Onze Lady. Ja, dat hoort er nou ook eventjes bij. Ja, simpel zat. En dochter liefjes aan het werk. Maar oké, ik zou zeggen, een fijne avond. En geniet ze voor later op de avond. Welterusten, gezond weer op. En tot aan de andere kant van jou hoor. Tot aan de andere kant van de nacht. Ik zou zeggen, tot dan. Doei!